Hallo, ik sta hier momenteel op ruïne Ravenstein, waar het prachtige spektakel Magisch Heenvliet gaat plaatsvinden. Kijkt u met ons mee? Ik sta hier met Jordi de Jong van Stageslink. En? Marcel de Jong, de vader van Jordi. En vertel, wat hebben jullie hier gedaan vanavond? Ja, we doen hier al voor de derde keer hebben we hier een mooie vijvershow gemaakt. En Mr. Beam, een ander bedrijf, heeft de videomapping op de ruïne gemaakt. En we zijn heel trots op het eindresultaat. We hebben dit jaar extra elementen toegevoegd. Dit jaar is vuur extra erbij. En wat andere fonteinen. Vorig jaar een hele hoge fontein. Nu wilden we weer een andere fontein. Ja, en de reacties zijn weer lovend. Dus wij zijn tevreden. Ja, super, fantastisch. Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het prachtig. Ik ben speciaal uit Friesland gekomen om het dit jaar weer mee op te bouwen. Dus ja, super. Ja. Geweldig. Ja, geweldig, goed om te horen. Ja, een prachtige inzet. We gaan genieten van de show. En met al die mensen, ja, super. Succes. Dankjewel, fijne avond. Ja, jullie ook. Dankjewel. Halverwege de 20e eeuw werd Ravenstein herontdekt en met de bestaande stenen gerestaureerd. Ik sta hier vanavond met... Hi, ik ben Ralf van de organisatie onder andere van de Magisch Heenvliet. En wij doen het met meerdere organisaties. De gemeente is zeg maar de kartrekker in deze. En er zijn meerdere partijen erbij betrokken die dit mogen neerzetten. Fantastisch, prachtig. En ja, wat vind je er nou zelf van? Derde jaar op rij, begrijp ik. Ja, klopt. Het is inderdaad het derde jaar. En we hebben weer mazzel met het weer. Elk jaar wordt het beter. En ik vind het echt oprecht een van de mooiste shows die er is. Omdat we een stukje fantasie, een stukje sprookje kunnen vertellen. En uiteindelijk ook de geschiedenis van de locatie waar we staan. Ja, fantastisch. We hebben er zelf ook enorm van genoten. Het is echt een waar spektakel. Het is ontzettend magisch. En ik ben gewoon benieuwd, hoe kom je op het idee? Het idee is ontstaan onder andere door een wethouder van de gemeente. Er is ook een stukje sparring geweest van hoe kan de gemeente beter op de kaart worden gezet. En wij hebben heel weinig eigenlijk historie in de gemeente. Maar we hebben ze wel, maar het zijn verborgen pareltjes. Net zoals Magisch Heenvliet. Mooi, ja, hopen op volgend jaar weer een succes misschien. Ja, laten we daarvoor hopen dat we inderdaad alles weer bij elkaar krijgen om nog een keer dit mooie verhaal te mogen vertellen. Fantastisch, dankjewel voor je tijd. Oké, graag gedaan.